Vandaag een bijzonder station. Utrecht Maliebaan. Tegenwoordig is dit station beter bekend als het Spoorwegmuseum. Op deze plek waar vroeger mensen op de trein stapten om verre reizen te maken, vertelt een omvangrijke collectie tegenwoordig de geschiedenisverhalen van het spoor. Nou, we weten dat het in 9 maanden uit de grond gestampt is. Dat is ongelooflijk snel. Dat zouden we nu niet meer kunnen in zo'n korte tijd. En dat het 200.000 gulden heeft gekost. Dat was in die tijd natuurlijk een enorm bedrag. Maar als je dat nu vergelijkt, dan denk je, hè, hoe kan dit? De NRS en de SS hebben in 1870 al enige tijd een gezamenlijk station in Utrecht voor hun spoorverbindingen. Het was de tijd dat spoorwegmaatschappijen nog concurrenten waren. En zo mochten HSM geen gebruik maken van het Utrechtse station. De HSM was bezig met een spoorlijn van Amsterdam naar Zutphen. Met een zijtak naar Utrecht via Hilversum. En moest dus maar een eigen station bouwen. De locatie waar uiteindelijk voor gekozen is, ligt aan de oostkant van de toenmalige bebouwde kom. Eigenlijk dat Maliebaanstation was best wel een belangrijk station. Dat was dus eigenlijk het dichtst bij het centrum van Utrecht. Dus dat moest ook enige grandeur uitstralen. En dat heeft het ook zeker. Als je kijkt naar de details, het is in neoclassicistische stijl gebouwd. Waarschijnlijk is de architect A.L. van Gent geweest. Ik weet het niet helemaal zeker, maar dat vermoeden is er wel. En die heeft ook station Hilversum waarschijnlijk ontworpen, ook in neoclassicistische stijl. En dat is eigenlijk de stijl waarbij architecten teruggrepen naar elementen van de klassieke oudheid. Dus met mooie bogen en ornamenten. En dat is ook duidelijk te zien in dit station. Nou, de HSM had enorme verwachtingen. En dus je kon eigenlijk van Amsterdam voor het eerst naar Utrecht met de HSM reizen. Maar je kon ook met de Staatsspoorwegen van Amsterdam naar Utrecht reizen. He, dus dat was al een verschil. Dat was al een concurrentieslag. En in de tweede plaats opende heel snel nadat het Maliebaanstation geopend was een halte hier verderop op de Biltstraat, wat dichter bij het centrum ligt. En die halte, dat was eigenlijk een veel groter succes dan het station zelf. En daarna werd die halte ook nog eens omgebouwd tot een echt stationnetje. Ja, en toen ging het heel hard achteruit. Ook kon men op de halte Biltstraat overstappen op de paardentram naar Zeist. Station Maliebaan werd een stilstation. Tot 1939 werden er daarom voornamelijk goederen vervoerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging het station weer even open voor een zwarte bladzijde in haar bestaan. Het station werd in beslag genomen door de Duitse bezetters. Er werden met 2 grote transporten vanaf het Maliebaanstation ongeveer 1000 Utrechtse Joden gedeporteerd. En na de oorlog was het station eigenlijk in steeds meer vervallen staat. Een doorn in het oog van de Utrechters geworden. Maar het Spoorwegmuseum zocht toen nog een definitieve locatie. Want de collectie van het Spoorwegmuseum leidde een zwervend bestaan. Die was tijdens de oorlog was die ook tijdelijk ondergebracht in het Rijksmuseum. Daarna onder Amstels station heeft het ook nog een tijdje gelegen. Ja, en de collectie was natuurlijk eigenlijk te belangrijk om in verval te laten raken. Dus toen is uiteindelijk dit station aangewezen als de definitieve plek voor het Spoorwegmuseum. En op dat moment is dus eigenlijk een heel groot deel van het station aangepast. Want de toenmalige directeur wilde dat het niet meer herkenbaar was als station. Dus een van de dingen die hij bijvoorbeeld aangepast heeft is de klok op de voorzijde. Want elk station heeft natuurlijk een mooie stationsklok. Hij vond in het museum staat de tijd stil. En zo stond de collectie jarenlang in een tentoonstellingsruimte buiten aan perrons. Terwijl goederentreinen door het station denderden omdat de Oosterspoorbaan nog steeds voor goederentreinen in gebruik was. In 2005 volgde er een grote verbouwing van het museum. Omdat het museum in een voormalig station gevestigd was, is het gebouw grotendeels gereconstrueerd als 19e eeuws station. Het is helemaal gerestaureerd in oude staat of gereconstrueerd is eigenlijk een beter woord. Hè? Want er zijn natuurlijk allerlei aanpassingen gedaan aan de moderniteit.
Ja, je kunt het niet echt een oud station van 1874 laten zijn, omdat we natuurlijk heden ten dagen andere eisen hebben. Dus samen met restauratiearchitect Leo Wevers over kleuren, over interieurs, over allerlei stijlen nagedacht. He, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het Malibaan station is een hele mooie entree voor het museum geworden. Het is eigenlijk de poort naar de wereld, zoals het in de 19e eeuw ook werd gezien, het station. He. Het was de poort naar de wereld, want vanaf hier, vanaf dit Malibaan station, kon je via Amsterdam naar Parijs. Het was een directe aansluiting, dus je kon van het station de hele wereld bereiken. Grote verrassing toen het station gerestaureerd werd. Achter alle pleisterlagen gingen muurschilderingen schuil. En ja, dat is heel bijzonder om te zien. Natuurlijk hebben we ze niet allemaal kunnen restaureren, want daarvoor bleken ze in te slechte staat te zijn. Maar we hebben ze eigenlijk aan de hand van een blootgelegde muurschildering, hebben we schablonen gemaakt en die hebben we opnieuw aangebracht. En entreebewijzen voor het museum haal je niet aan de kassa, maar aan het loket. En daar hadden we op de bouwtekeningen hadden we daar helemaal geen informatie over. Ze zijn echt gereconstrueerd aan de hand van de enige foto die is overgebleven van die loketten. Mensen achter de loketten die zaten natuurlijk, waren in de 19e eeuw ietsje kleiner dan wij zijn, dus je zag iets lagere stoelen. Dus vandaar dat die loketjes ook een beetje laag zijn. We zijn nu in de wachtkamer derde klasse. Zo'n 19e eeuw station, dat reflecteert echt de klassenmaatschappij van die tijd. En je had derde klas reizigers die een goedkoper kaartje konden veroorloven. Tweede klasse en eerste klas. En alleen de eerste klas reizigers die mochten in de eerste klasse wachtkamers plaatsnemen. En dat gold ook voor de derde klas reizigers. Die mochten dan in de derde klas wachtkamer plaatsnemen. Nou is het zo dat we wel precies weten dat de wachtkamer derde klas hier gesitueerd was. Dus eigenlijk een beetje aan het uiteinde van het station, een beetje afgelegen. Maar het precieze interieur is niet bekend. Dus dat is ook weer gereconstrueerd. Een eenvoudige grene vloer. Simpele ornamenten, eigenlijk heel weinig. En hier een Mechelse buffet, gemaakt in Mechelen. Een hele kenmerkende stijl. En dat buffet is origineel uit station Bergen op Zoom gekomen. Dus het is origineel in een stationsrestauratie gebruikt, maar niet op deze plek. De meeste 19e eeuwse stations hadden ook een wachtkamer eerste klasse en een wachtkamer tweede klasse, gescheiden. Maar het Malibaan station, dat was niet zo'n groot station, had een gecombineerde wachtkamer eerste en tweede klasse. En ook hier zie je dat eigenlijk het hele interieur gereconstrueerd is. Nou zijn we hier eigenlijk in de restauratiezaal. Op dit moment natuurlijk niet echt in gebruik, maar normaliter kan je hier een kopje koffie en een lekker gebakje eten en drinken. Restauratiezaal zat op deze plek, dus hier kon je allerlei maaltijden nuttigen, maar ook kleine snacks, hè, een koffie en een koek of een broodje, dat soort zaken. Wij weten ook niet hoe het oorspronkelijke interieur eruit heeft gezien. Maar het buffet is gereconstrueerd naar tekeningen van station Hilversum, die wel bewaard zijn gebleven van zo'n buffet. Enkele ruimtes die niet in het Malibaanstation te vinden waren, maar je wel op een station in die tijd tegen kon komen, waren bijvoorbeeld een koninklijke wachtkamer of een kapperszaak. Er was op de plek van de kapperszaak, daar waren de kantoren voor de medewerkers van het station. En op de plek waar nu de Koninklijke Wachtkamer gerealiseerd is door het Spoorwegmuseum, dat waren de privaten, dus daar waren de toiletten gevestigd. Dus daar zitten wel verschillen met de oorspronkelijke bouwtekening. Het Spoorwegmuseum ligt nog steeds aan de Oosterspoorbaan. Op 9 september 2012 reed de laatste trein over het deel ten zuiden van het station, waarna die verbinding werd gesloten. Het spoor werd deels opgebroken en in 2017 is de Oosterspoorbaan geopend als park met fietspad. Naast een deel van de rails zijn er ook nog andere spoorse attributen te vinden, als stootblokken en bovenleidingsportalen.
Aan de noordzijde van het station is de Oosterspoorbaan wel nog toegankelijk voor treinen. Niet alleen voor transport van en naar het museum, ook rijdt er tijdens openingsuren nog een pendeltrein van het station naar station Utrecht Centraal. Op het eilandperron van het museum kun je gewoon in- en uitchecken en kaartjes kopen. Daarmee is het Malibaanstation sinds 2005 dus eigenlijk ook weer gewoon een echt station. Meer stations? Abonneer je op dit kanaal en vergeet niet de notificaties aan te zetten. We'll be right back.